Hi, ik ben Rob en vandaag wil ik even aan jullie laten zien een upgrade voor een al wat oudere Vestool railzaag, de AT65. En dat bestaat uit een stofplaat en een anti-splinterplaat in één. En dat gaan we nu eventjes laten zien. Nou, dit is dan het dingetje, het schermpje. Het bestaat uit 4 mm plexiglas. En een stukje 4 mm acryl. Ik weet niet of je dat goed kan zien. En een stukje aluminium hoeklijn. 20 bij 10. En 3 dik. Nou, dat is dus het schermpje. En dit is dus het anti-splinterplaatje. Met twee bevestigingsboutjes. Bevestigingsknopjes. En daarmee zetten we hem dus vast aan de machine. Nou, hier zie je het apparaatje in de situatie. Met de knopjes en de plaat. En de truc is dat het anti-splinterplaatje aan de buitenkant van het blad exact de bovenkant raakt van je te zagen hout. En daardoor, omdat de tand omhoog gaat en dit plaatje houdt het dan tegen, kan de splinter er eigenlijk niet uitbreken. En dat doet aan de ene kant van het blad, aan de binnenkant, doet dat de geleidestrip van de rail. En aan de buitenkant zit niks. Dus daar hebben we dan nu die splinterstrip voor. En tevens voor de bevestiging een antistofplaat. Want hier zit namelijk een heel groot gat, hier een gat. En aan de onderkant is het altijd open. Dus dan hou je wat meer het zaagsel tegen. Nou, hier zie je dus een close-up van de zaag op de rail. En de splinterbescherming. Hier tussen, hij staat nu nog van het oppervlakte van het hout af. Maar draaien we de knopjes los, valt hij vanzelf op het hout. En we draaien hem aan, zodat die plaat eigenlijk goed op de oppervlakte van het hout rust. Nou, alles is afgesteld. Tijd voor wat zaagactie. Nou, we zien hier beide randen van het hout. De rand van de geleidestrip. En de rand van de splinterplaatje. En ik weet niet of je dat goed kan zien. Maar eigenlijk is die rand van het splinterplaatje nog iets mooier dan van de geleidestrip. En dat zal misschien te maken hebben met de hardheid. Die strip van die geleiderrail hier, die is nogal zacht. Misschien is dat de reden waarom je toch, als je goed kijkt, zie je toch wat meer splintertjes. Kijk, hier zie je dus wat hele kleine dingetjes eraf. En aan deze eigenlijk helemaal niet. Dus eerlijk gezegd vind ik die nieuwe splinterplaat eigenlijk het nog ietsje beter doen. Het is niet veel. Of tenminste, die andere, dat scheelt niet veel. Maar deze is echt perfect. Nou, hier zie je de vloer. En absoluut geen zaagsel. Niets op de vloer. Alles is weggezogen. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Het werkt zowel tegen het splinteren als tegen de stof. Dus het is een hele goede aanpassing, een hele goede upgrade.
Nou, hier zie je dan de zaagmachine, in dit geval de Vestel AT65. En is al een oudere machine. Deze is misschien al 16 jaar oud of zo. 15, 16 jaar. Maar maakt niet uit. Hij wordt niet zo vaak gebruikt. Een prima machine. Hier komt dan de stofafsluiting. Die komt vanaf hier tot hier ongeveer. In ieder geval tot onder de rail, zeg maar. En dan worden deze gaten worden afgesloten. En aan de stofafsluiting, haaks daarop, komt een anti-splinterplaatje. En die loopt vanaf dit punt naar dit punt. En dat is dus ook tevens stofafsluiting. Of zaagselafsluiting. Deze boutjes, daar heb ik RVS-boutje de kop afgezaagd en een gedeelte een draadstift gebruikt. Want deze afstelknopjes die zijn eigenlijk van de Vesto. De voetplaat, namelijk dit gedeelte. En dat zit dan bevestigd met die boutjes, met een slotboutje, zit dat aan de machine. Maar dit ding heb ik nooit gebruikt. Het plexiglas plaatje, op maat gemaakt van de machine, met twee sleufjes. En in de kap van de machine heb ik twee M6 gaatjes getapt. Nou, waar je wel even op moet letten is dat het hoeklijn in Nederland, ik weet niet of het, hoe het in andere landen is, maar dat is niet helemaal 90 graden. Dat is misschien 89,5 graden of zo. In ieder geval net geen 90. En dat is vervelend, want dan staat deze hoek eigenlijk verkeerd. Dan komt de splinterkant, wie precies langs het hout moet leunen, komt eigenlijk omhoog te liggen. Dus ik heb dat in een absoluut 90 graden blok, heb ik dat, die twee verlijmd, die plexiglasplaat. Met dit aluminium, en dat heb ik hier aan deze kant vastgeklemd, zodat ik hier wat kon opvullen, deze rand, dat ik die wat kon opvullen met polyurethaanlijm. Nou, dat bleek niet te houden bij mij, in mijn geval, en toen heb ik het, toen het hard was, toen brak het af, brak los. En toen heb ik dat met 10 seconden lijm vastgelijmd. En dat blijkt wel te zitten. Dus nu staat hij echt het plexiglas onder de hoek van 90 graden. En dat is belangrijk, want de buitenkant van het splinterplaatje, dat moet natuurlijk op het hout rusten. Dat houdt het tegen. Dus daar moet je wel even op letten. Nou, zoals je ziet, die stukken aluminiumprofiel, die zijn niet helemaal 90 graden. Die zijn iets minder. Misschien 89. Dus daar krijg je nooit een haakse hoek uit. En als je die gaat gebruiken, moet je daar wel rekening mee houden. Dus dat je dat opvult. Nou, hier zie je dan het antistof plaatje. In dit geval plexiglas. En een aluminium haakse versteviging. Nou, die haakse versteviging die zit op deze hoek, op dit stuk hout, wat absoluut 90 is. Heb ik deze kant waar de splinterbeveiliging op komt. Het splinterplaatje. Die heb ik er tegenaan geklemd. Zodat hij dus absoluut op 90 graden staat met de plexiglas aan de zijkant. En de rest hebben we dus opgevuld met een twee component polyurethaan. En daaronder zit natuurlijk tegen het plakken een stukje clingfilm. Nou, dit is dan het anti-splinter strookje. Het is in dit geval acryl. En die wordt met een niet zo zware lijm, wordt die zo direct onder aan de stofplaat met versteviging, wordt die dan morgen verlijmd. Nou, als je het splinterplaatje doet, moet je er wel eventjes op letten dat je het spouwmes even vrij zaagt. Dus dat wil zeggen, vanaf voor de maximale uitslag van het spouwmes
dat je daar natuurlijk eventjes het spouwmes wegzaagt. Uit het splinterplaatje. En de rest van het gedeelte, dat wordt gedaan door de zaag. Door het zaagblad zelf en is hij precies op maat. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan hebben aan deze video. En dat het duidelijk is. En dat je het eventueel voor jezelf ook kunt namaken. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye!